In 2013 kregen we met Karel Stolker een rector die Leidser is dan hutspot, haring en wittebrood. Hij werd er geboren en doorliep er de academische ladder. Van rechtenstudent tot rector. Al zal hij daar zelf niet gauw over opscheppen. Tijdens mijn militaire dienst zat ik op een vrachtwagen in Arnhem hoor, zegt hij dan. Goed dan, een nieuwe rector dus. Eentje die zijn rol bescheiden opvat als regelaar. Als een bestuurder die vooral op de winkel moet passen. Hij had een volle agenda. Met hoogtepunten als de toekenningen van de Spinoza en Stevin-premies. En dieptepunten als de coronacrisis. En ergens tussen al die woeste golven vaart een antiek en kostbaar scheepje uit 1575 met een regelaar aan het roer. Vanaf het begin liet Karel duidelijk merken dat hij academische tradities graag in ere hield. Al wil dat niet zeggen dat alles bij het oude bleef. Bij elke gelegenheid kon je Karel namelijk betrappen op het versturen van een tweetje. Tijdens de coronacrisis ging hij zelfs vloggen en stak hij als een volleerd vlogger alle medewerkers en studenten een hart onder de riem. Je zou het misschien niet verwachten van deze trouwe leienaar, maar Karel keek graag over de grenzen heen. Zo kregen we er onder meer een splinternieuw gebouw bij in Den Haag, een Azië-bibliotheek en een vernieuwd onderkomen in Marokko. En dan waren er nog Karel's Angels. In 2018 werden verschillende vrouwelijke hoogleraren vereeuwigd in het academiegebouw. Momenteel hebben we 29% vrouwelijke hoogleraren en dit aantal groeit gestaag door. In 2019 bestonden we 444 jaar. Tijd voor een groot feest. In dat knotsgekke jaar kon je hoogleraren voor de schoolklas zien staan in vol ornaat en een universitaire praalwagen zien rijden tijdens Leidens Ontzet. En altijd was daar Karel. In de koets of in het feestgedruis. Door corona lijken drukke feesten verder weg dan ooit. Maar de universiteit zit niet stil. En wetenschappers en studenten werken op talloze vlakken harder dan ooit. De academie, die krijg je niet zomaar klein. Zelf zegt Karel, een universiteit die al sinds 1575 bestaat, blijft nog wel leven. Ja, Karel, nou hier hebben we dus veel samen overlegd onder jouw voorzitterschap. Je hebt echt een waanzinnig taalgevoel. Al je tweets en je redes. Zoals jij in de Pieterskerk, die enorme kerk, een groot gezelschap, heel luchtig kon toespreken. Daar heb ik enorme bewondering voor. Ook als er problemen waren, was jouw manier om in verbinding altijd mensen bij elkaar te brengen. En dat ook nog op een heel humoristische manier. Echt klasse. Er is nog wel één ding dat ons dwars zit, Karel. Als college gingen we bij elkaar eten. We zijn bij Martijn thuis geweest, we zijn bij mij thuis geweest. Maar jouw huis hebben we nooit van binnen gezien. Nee, nooit gezien. Ook nooit gedaan. Misschien ook niet zo erg, want we hebben gehoord dat je een ontzettende slechte kok bent. Ja, alle gekheid op een stokje. Karel, we willen je ontzettend veel geluk en plezier toewensen in deze volgende fase van je leven. Samen met Anneke en de kinderen. Dank voor die fantastische samenwerking en tot snel. Nou Karel, het was een geweldige tijd en het allerbeste voor de toekomst. Beste Karel, ja, ik zit nu even op jouw plek. De plek waar je altijd te vinden bent. Daar is eigenlijk een plek waar wij dan altijd te vinden zijn. Dat is de plek waar wij bij promoties en oraties altijd vertellen tegen de mensen dat ze hun telefoon uit moeten doen of stil moeten doen. Maar dan gaan we weg en dan kijken we in de camera. En wat schetst onze verbazing, Karel zit altijd met zijn telefoon. En ik werk hier nu 30 jaar. Je bent eigenlijk een van de weinige rectoren waar wij, collega's, veel contact mee hebben. En we hebben al veel, ja, qua jongenstreken uitgehaald. Want eigenlijk ben je en blijf je nog een qua jongen. Het gaat je goed. Karel is een verbinder puur zang en Leidser dan Leids. Zowel in het groot auditorium als op de Leidse markt. Karel kan net zo makkelijk omgaan met royalties en andere hoogwaardigheidsbekleders als met studenten en mensen met een praktisch beroep. Karel stelt normen en kan mensen aanspreken op een manier dat iedereen zich in zijn waarde gelaten voelt. En daarom heeft Karel de harten van zoveel gestolen. Hello Karel! We met in 2019 in Indonesia during your wonderful visit. I'm the advisor of Leiden Alumni Association here. On behalf of the alumni, we would like to thank you for all the contribution and thank you for the inspiration you gave us. All the best.
Beste Karel, onwijs bedankt voor de bijzondere en warme band die we mogen hebben dankzij jou tussen de universiteit en Minerva. Ik denk dat wij wel een hoogtepunt kunnen benoemen van deze bijzondere band. Ja, dat gaat namelijk om een foto. Ik denk dat je wel weet over welke het gaat. In 2014 is die gemaakt. De fotograaf vertelde mij dat de studenten het nog een beetje onwennig vonden om de grote Karel Stolker op te mogen tillen en op handen te mogen dragen. Maar uiteindelijk is de foto waanzinnig goed gelukt en illustreert deze heel goed de band die jij met studenten hebt gehad in de afgelopen jaren. En daar willen we je nogmaals heel erg voor bedanken. Dankjewel. Lieve rector, de waardering die ik van u altijd gekregen heb, als ik lekker een uitsmijker voor u had gemaakt of als ik een kopje koffie voor u inschonk. U heeft het altijd ontzettend in mij gewaardeerd. En dat heb ik altijd als heel erg prettig ervaren. Maar voordat ik het vergeet, u vergat altijd twee dingen mee te nemen met uw lunch. Karnemelk. En u vergat ook altijd uw appeltje. Want dat moest van uw vrouw. Maar ik wens u het allerbeste toe. Beste Karel. Wie het heeft over de Leidse Universiteit, heeft het over Den Haag. Ongeveer een vijfde van de studenten van de Leidse Universiteit studeert aan de campus Den Haag. Karel heeft als rector aan die ontwikkeling ontzettend veel bijgedragen. We zijn hem daar zeer dankbaar voor. Ik hoop dat Karel nog vaak in Den Haag is. Dan wil ik hem graag begroeten. En dan kan hij met eigen ogen zien hoe de campus Den Haag zich ontwikkelt, groeit en bloeit. Dag Karel. Beste directeur, het is altijd leuk als u hier komt. Daarom schenk ik deze alvast voor u in. En ik hoop dat u vaker blijft komen. Beste Karel, ik zit hier bij Barrera, waar we heel wat tijd hebben doorgebracht. Ik wil je ontzettend bedanken voor de samenwerking. Zolang ik iets bestuurlijks doe bij de Universiteit Leiden, heb ik eigenlijk altijd met jou te maken gehad. Eerst in de rechtenfaculteit, waar jij decaan was en op een gegeven moment echt alle portefeuilles had in je eentje. En toen ik decaan was, toen was jij rector en toen zaten we hier in Barrera. En toen dacht ik dat we gingen praten over of ik decaan wilde worden. En jij bestelde een biertje en jij zei heel vrolijk, hartstikke leuk dat je het doet. Voor die houding wil ik je bedanken. Ik heb ontzettend veel bewondering hoe je altijd naar iedereen luistert en hoe je het aanpakt. Waren er maar meer bestuurders zoals jij? Altijd enthousiasmerend, benaderbaar en verbindend. Ik herinner me nog goed hoe we hier op een prachtige junidag in 2018 gevierd hebben dat mijn Kaffelieprijs was aangekondigd. En je had een prachtige speech en een mooi interview en je twitterde het over de hele wereld. En een paar maanden later zat je op de voorste rij in Oslo om me aan te moedigen. Fantastisch, Karel. Zoals je heel warm en heel persoonlijk al je collega's heb ondersteund deze jaren. Fantastisch.